Het is winter. En vorig weekend heeft het gesneeuwd. Heel knap. En ik heb een paar sneeuwballen kunnen vangen. En die sneeuwballen, dat zijn hele speciale sneeuwballen. Daar staan rekensommen op. En die gaan wij vandaag even oefenen met onze vriendjes. En wij moeten altijd bij ons vriendje zo arm in arm blijven. We zijn begonnen met bewegend leren zo'n 2 jaar geleden, omdat we gemerkt hadden dat de kinderen te veel stil zaten en te weinig beweging hadden thuis. Wij merken dat de kinderen meer nood hebben aan prikkels waarbij ze in actie kunnen zijn. Dus wij proberen ze eigenlijk op een andere manier aan de slag te laten gaan met de leerstof en dit op een bewegende manier. Ja. Heel knap. Zeg, en wat mag je altijd doen met plus? Verwisselen het eens. We hebben zelf gemerkt dat beweging en leren samen, dat kinderen meer motiveert om iets te willen leren. Ze zijn actiever, ze hebben een hogere betrokkenheid, hun welbevinden ligt hoger. Bewegen helpt aan de gezondheid van de kinderen. En een gezond lichaam en een gezonde geest gaan altijd samen. En ik denk vooral qua concentratie en ook motivatie dat we een grote sprong zien bij kinderen wanneer ze op een bewegende manier bezig zijn met de leerstof. Welke professor kan mij vertellen wat wij net hebben gedaan? Wat stond er nu weer op het bord? Wat moesten wij vandaag doen? Ismaël, heel luid. Splitsen tot 6! Heel goed, met ons! Als wij bewegen, dan onze hersenen die zijn dan actiever. Leggen meer connecties, waardoor dat de kinderen het meer kunnen onthouden. Als wij 2 uur aan een stuk bijvoorbeeld klassikaal lesgeven, dan merken we dat de concentratie van de kinderen achteruit gaat. We kunnen dat natuurlijk oplossen met bewegingstussendoortjes, maar het is natuurlijk wel makkelijker om direct de leerstof die we hebben te koppelen aan bewegend leren. Er zijn ook wel doelen aangekoppeld, uw lesdoelen zijn daaraan gekoppeld. Je ontwikkelingsdoelen, je eindtermen, maar je doet het dan buiten op de speelplaats of in de turnzaal. Je moest van voor de bank gooien. Oké, goed. In de turnzaal hebben wij een bewegingsmuur. Dat reageert door met ballen tegen de muur te gooien. Tijdens een les handbal wordt er dan een werptechniek eigenlijk aangeleerd, maar ondertussen wordt er op de bewegingsmuur rekenoefeningetjes getoond, zodat ze ook nog tijdens de les LO ook nog gewoon rekenoefeningen kunnen maken. Als de leerkracht turnen iets vanuit de klas kan herhalen, wat we gezien hebben, dan is dat voor ons ook meegenomen als leerkracht, want ze zijn daar nog eens mee bezig. En ze behalen hun eindtermen of hun leerplandoelen van turnen als de leerplandoelen extra vanuit de klas. De kindjes die met hun gezicht naar mij staan, die kijken nu goed. Ik denk dat bij elke leerstof een bepaalde manier van lesgeven past. En ik denk dat het een beetje zoeken is. En er zijn natuurlijk vakken waarbij het moeilijker is om op ideeën te komen, om ze toe te passen in bewegend leren, dat merk ik bij mezelf ook. Maar dan denk ik, creativiteit van de leerkracht en soms ook de leerlingen zelf, dat maakt een groot verschil daarin, denk ik. Ik ga nu een woordje luidop zeggen en jij loopt naar de juiste categorie. Ja? Het eerste woordje is wraak. Sinds dat we bewegend leren toepassen, merken we wel dat de leerresultaten van een aantal kinderen wel echt omhoog zijn gegaan, omdat ze niet meer verplicht achter dat boekje moeten schrijven en doen, maar dat ze het echt actief kunnen gaan doen. Ze vinden dat ook allemaal heel leuk. Een introvert kind zie je soms ineens heel uitbundig worden, omdat we mogen gaan lopen en springen. Zelfs anderstalige nieuwkomers die het soms in een boekje niet altijd begrijpen. Die kunnen gewoon kijken van wat is een ander kind aan het doen. Ah, hij doet dat. En dan gaan ze ook zo sneller oppikken. Ze hebben altijd de drive om tijdens het bewegen voor soms de overwinning of soms gewoon het eindproduct te gaan. En dat is eigenlijk voor mij ook iets zeer mooi om dat bij kinderen te kunnen vaststellen.